Hallo. Voordat ik deze kutvideo begin en jullie weer allemaal kutshit vertel dat echt niet boeit. Ik wil jullie even laten weten dat ik morgen een geldinzamelingsactie doe voor mijn eigen goede doel. Dus dat is het goede doel voor mij, dat ik nog kleren kan kopen, dat ik nog eten kan kopen, dat ik nog alles kan kopen wat ik nodig heb om te leven. Op Twitch. Dus morgen ga ik livestreamen op Twitch. Het is één grote geldinzamelingsactie. En daarom zou ik jullie graag allemaal uitnodigen om morgen woensdagavond op mijn Twitch channel te komen meekijken naar mij die live dingen doet. En er kunnen veel dingen gedaan worden. Ik weet niet of ik ga gamen of dat ik iets nuttig ga doen of zo. Maar het wordt leuk. Misschien doen we een drinkstream en dan ga ik super dronken. Oh, sorry, dat is een grapje, maar kan altijd. Het wordt heel leuk en ik ga live om 8 uur 's avonds. Waarschijnlijk moeten er heel veel mensen slapen vroeg, maar dat maakt niet uit. Kom naar mijn Twitch channel morgen om 8 uur voor de geldinzamelingsactie van de eeuw. Super cool. Nu de echte video. Dit is Get Owned 2017. Ik denk dat de meeste van jullie wel weten wat Get Owned is. Als je niet weet wat Get Owned is, ga dan even subscriben op dat YouTube channel. Want daar, wow, video's zijn leuk. Voor ik deze video maak, voor ik views stel van Get Owned en van alles, wil ik even een shout-out doen naar mijn boys. Shout-out naar Chromotech. Kijk dan, kippen. Man, dit is echt mijn beste verjaardag ooit. Amen. Shout-out naar mijn boy Doddel. Ook al is hij 45 en is hij echt volwassen. Hij was toch een fucking chill, had ik niet verwacht. Denk shout-out naar jou. Gaat keihard worden, man. Keihard. Shout-out naar mijn boy Gio. Subscribe even op Gio en heeft subs nodig. Hij heeft nog niet genoeg abonnees of views of een vriendin. Kan ik een kusje geven? Ja, man. Oh. Shout-out naar mijn boy Rijk. Nice. Nice. Shout-out naar mijn boy Mattie. Stillen. Mattie is love. Shout-out naar mijn boy Chesto. Fuck you, Chesto. Shout-out naar mijn boy Acid. Subscribe even op Acid, alsjeblieft. Hij heeft het echt nodig. Hij heeft views nodig. En ik heb gehoord dat hij morgen een geldinzamelingsactie doet op Twitch. Dus ga die ook even checken. Shout-out naar mijn boy John Erik. Waarom draag ik deze oranje trui, yo? Respect the gingers. Shout-out naar mijn boy Hanwe. Kom even mee, man. We gaan even slapen, grap. Broer. Kijk dan. Ook al is hij Chinees, no racism, we love you. Dan nog een dikke shout-out naar Mike. Want Mike is echt een fucking gast. Zie jullie daar? Daar heb ik ook een kast staan. Er is één grote kast. Laten we beginnen aan deze video. Want nu kan ik deze info wel vrijgeven. Heel veel mensen hadden vragen bij het feit dat ik een deur had ingetrapt op Get Owned. Ik denk dat de meeste van jullie dit stukje video al hebben gezien. Ja, dat is wel even opgezamen. Kijk eens. Kijk dan. Je hebt gewoon de deur eruit getrapt, hè? Wat? Oh, jezus, even op. Serieus? Echt? Daar ben ik niet van. Het is te fixen. Hier druk ik een deur open en dan vinden we Mattie en dat is super leuk. En we zijn allemaal fucking dronken en het is allemaal leuk. Wow, Mattie, we hebben je gevonden. Ja. Oh, je hoort hem. We hebben hem eindelijk gevonden. Maar is hij er wel? Ja, hij is er. Dat hoor je. Hij is er al. Ja, je moet ook naast niet nemen. Oh, jezus. Kijk, het probleem is, voordat ik die deur had ingeduwd met mijn hand, heb ik die deur proberen in te trappen met mijn voet. Maar dat is niet gelukt. Of misschien was het wel gelukt, maar ik weet het niet goed. Ik ga tonen op mijn echte deur hoe het is gegaan. Jullie zien het is een deur. Daar kunnen we niet, dit is een deur. Ik weet niet of jullie al eens een deur hebben gezien in jullie leven, dit is een deur. En ik zag deze deur, en ik was een beetje dronken. En ik wist dat Mattie, aka Fifalasfi, achter die deur zat. Dus ik liep naar die deur en ik deed zo van, tak! En eigenlijk heb ik dat maar één keer gedaan, want ja. En toen ik had geschopt op die deur, hoorde ik zo heel luid. En dan ben ik weggelopen. En dat is ook gefilmd. Dat staat op een andere camera. En niemand van iedereen van Get Owned vindt die camera terug. Dus stel ik vind die beelden ooit terug, binnen een paar weken of zo, dan toon ik jullie dat stukje video. Want die schop is ook gefilmd, denk ik. Nu, why the fuck heb ik die deur ingetrapt? Why the fuck lag Mattie in die kamer? Waarom was ik dronken? Op die laatste vraag kan ik jullie een makkelijk antwoord geven. Ik had wijn gedronken. Drink geen wijn. Drink geen grote hoeveelheden wijn. Je wordt daar echt heel agressief dronken van. Dan heb ik het over geuren intrappen, autospiegels intrappen, fietsen omver trappen. Drink geen wijn en grote hoeveelheden. Dat is niet de bedoeling. Dus in dit stukje video zie je mij dus die deur zo open duwen en ik weet niet wat ik nog allemaal doe. Daarna heb ik een dikke flip gekregen van iedereen in het huis die ouder was dan 45. De productie was niet zo blij dat ik de deur van het huis had echt trapt. Ik heb nog dingen kapot gemaakt, maar de deur was toch wel het ergste. En nadat dat was gebeurd, kijk, laat me het jullie uitleggen met een kleine vlog. Dus ik dacht, als ik een trap geef tegen deze deur, zo van tak, dan gaat die deur gewoon open gaan. Dan geef ik zo gewoon die trap dat het slot open gaat en dat die deur gewoon mooi open gaat. Dat was dus niet het geval, dat is er helemaal niet gebeurd. Ik heb een trap gegeven tegen de deur en in plaats van dat het slot gebroken is,
rest zijn de scharnieren van de deur gewoon eruit gevallen. Deze dingen zijn helemaal afgebroken in het get-owned huis. Jezus, er wat los. Toen ik op die deur heb getrapt, ben ik weggelopen omdat ik bang was dat ik de deur had geslopen. Ik kon ook niet weten dat ik de deur ging slopen. Bedoel, ik had erop geschopt, wat dacht ik? Echt een fucking achterlijke mogol, maar oké. Die deur was dus kapot, maar ik had het nog niet door. En pas toen ze met de grote camera naar mij kwamen, dacht ik van ik ga er misschien nog eens op duwen. En toen gaf ik het duwen en toen zag ik van oh shit, fuck. Die deur ging mooi open en toen keek ik naar de zijkant van de deur en toen viel die hele deur er gewoon uit. En toen had ik de deur helemaal kapot gebakt. Maar we hadden Mattie wel gevonden. Mattie was al heel de avond weg en ik moest Mattie vinden, want Mattie was mijn vriend en ik vond mijn vriend niet. Snap je, als je dronken bent, dan heb je gewoon een vriend nodig. En als je vriend dan weg is, dan moet je je vriend zoeken en dan doe je alles. Dan doe je alles. En als de deur intrappen alles is, dan doe je dat ook gewoon. Dus ik had de deur ingetrapt van het get-out huis. En blijkbaar was die redelijk duur, want ik had die zelf moeten betalen. Gelukkig was er een verzekering en er was ook franchise ofzo en die heb ik moeten betalen. Ik weet niet wat franchise betekent, dus sorry. Kijk, uiteindelijk is alles wel goed gekomen, want ik heb Mattie gevonden. Uiteindelijk is alles niet goed gekomen, want ik heb een fucking deur ingeschopt. En een douche kapot gemaakt. En een paar camera's kapot gemaakt. Maar snap je? Jullie hebben nog niet alles gezien, want get-owned is nog niet gedaan, dus blijf zeker kijken. Hoe komt het nu dat ik op het idee ben gekomen om die deur in te trappen en hier gewoon een sleutel ben gaan halen? Dat was omdat ik dronken was en omdat ik niet goed kon nadenken wat ik allemaal aan het doen was. Dus dames en heren, laat me jullie een tip geven. Drink geen alcohol, begin daar echt niet aan, doe dat nooit. Alcohol is vreselijk en het maakt je agressief. En dan trap je deuren in. Al vind ik het wel grappig dat ik een deur heb. Ik voelde me zo een guy uit de film of zo die zo heel coole deur ging intrappen en dan ging die deur gewoon mooi open gaan. Hoi. Kick that puppy open. Piece of cake. Ik had niet gedacht dat die deur naar binnen ging vallen en dat ik die scharnieren ging kapot maken. Dat iedereen boos ging zijn. Dat ik een boete ging moeten betalen. Maar hey, get owned was fucking leuk. Maar echt fucking leuk. Ik mis het echt een beetje. Ik mis mijn boys echt. Ook heb ik een wijze les geleerd op get owned. Trap geen deuren in. Blaas ze in met een hamer of zo. Of blaas ze op met dynamiet. Maar trap ze niet in met je voet. Want dat is helemaal niet zo cool als het lijkt in films en zo. In het echt is het niet zo. In het echt trap je de deur gewoon letterlijk kapot. De kans is groter dat je een gat trapt in de deur dan dat de deur echt open gaat. Die dingen zijn van massief hout. Weet jullie wat massief is? Is het woord dat ze gebruikt in de oorlog voor beton. Die deur is ook massief. Dit is massief hout. Maar wat ik waarschijnlijk ook wel moet toevoegen is dat de deur die in het get-owned huis stond waarschijnlijk 90 jaar oud was of ouder. Want het huis was echt fucking oud. Dus de kans dat die deur gewoon heel kut was, was ook wel groot. En voor de rest zou ik zeggen nog een fijne dag. Vanaf vandaag ga ik ook proberen zoveel mogelijk te uploaden. En dat is niet omdat ik geld nodig heb, want uiteindelijk verdien je nu toch echt geen cent meer met YouTube. Het is gewoon omdat ik echt weer wil groeien en weer veel subscribers wil bijkrijgen en weer veel likes krijgen op mijn Instagram. Dat ben ik echt. Dat heb ik altijd belangrijker gevonden dan bekend zijn en geld verdienen. Dus heb jij nog vrienden die mij niet kennen en die ook achterlijk zijn. Laat ze even weten dat ik nog besta, dat ik leuke filmpjes maak. Ik ben Acid. Tot de volgende keer. Smash zeker een duimpje omhoog op deze video. Tot de volgende. Adieu. Bye. Tot ziens. En ik zie jullie wel als ik upload. Morgen, overmorgen, de dag daarna, de dag na, de laatste. Bye. Bah. Klik ook even op deze video als je nog meer wil zien van mij. Het staat er nog. Klik. Like. Adieu.